Zit ik op mijn kamer, geen gezanik aan mijn kop. Hoor ik van beneden, ruim, nu je kamer op. En ik doe alsof ik niets heb gehoord. Want mijn moeder heeft niet door dat ze stoort. Ik ben net uit school gekomen, ik ben bij aan het komen. Laat me met rust, laat me met rust. Ik ben zombies aan het schieten, van mijn rust aan het genieten. Laat me met rust, laat me met rust. Ik ben Jasper Smit. Ik ben kinderliedjeschrijver. Ik ben al 2 keer genomineerd voor de Willem Wilmingprijs voor het beste kinderlied. En mijn nieuwe voorstelling heet dus Laat me met rust. Voor iedereen vanaf 10 jaar en voor scholen groep 7, 8 en ook de brugklas. Toen ik deze titel Laat me met rust pitchte aan een paar klassen, kreeg ik spontaan applaus en duimpjes omhoog. Dus die zit goed. En ik vroeg aan ze, waarom vinden jullie dit nou zo'n goede titel? En het antwoord was super duidelijk. Waar kinderen behoefte aan hebben, is een eigen plek. Een eigen kamer waar je niet de hele tijd gestoord wordt voor onbelangrijke dingen, zoals avondeten, waar je lekker uitgebreid jezelf kan zijn zonder de hele tijd bekeken te worden en dingen te moeten. Dit doe ik. Ik maak kleinkunstliedjes. Liedjes over de grote en kleine beslommeringen van een kinderleven. Iedereen mag alles, ik mag niets. Mag geen elektrische fiets. Op school ben ik het laatste kind dat last heeft van de tegenwind. Hoeveel ik ook de deo splits. Iedereen mag alles, ik mag niets. En het volgende liedje is belangrijk voor mij omdat ik het zelf heb meegemaakt. Ik ben slecht op school, slecht op school. De meester zegt altijd, jouw hoofd zit vol boerenkool. De hele klas mag al naar buiten, maar ik moet nog een som. Ik ben goed in alles, maar slecht op school. Ik was ook slecht op school. Kijk, thuis was ik enorm bezig met muziek maken en programmeren en dikke boeken lezen. Maar op school ging het daar niet over. Dus daar leek ik lui en ongeïnteresseerd. Ik heb het er best moeilijk mee gehad. En pas veel, veel later realiseerde ik me dat het probleem niet zozeer was dat ik slecht was op school. Nee, school was gewoon slecht in mij. Nou, je begrijpt, als ik dit soort dingen vertel en ik speel deze liedjes voor ze, dan komen er verhalen vanzelf los uit het publiek. En zo hoort het ook. Want kinderen hebben genoeg dingen aan hun hoofd die grote kleinkunstliedjes verdienen. En ik doe niets liever dan die liedjes maken, ze voorspelen in het publiek en kijken wat er terugkomt. Ba-d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 a-